Granokerk, heb je nieuwe schoenen? Nee, zijn precies dezelfde. Alles lukte vandaag? Nou, niet alles, maar veel lukte wel. Dus ik ben daar blij mee. Wanneer dacht jij van het gaat vandaag wel heel makkelijk? Zoals jij zegt, toen alles wat ik deed lukte. En dan heb je voor je gevoel echt dat alles heel makkelijk gaat. En, ja. Ik zag dat de goal, de 1-0, na 3 minuten en 14 seconden geloof ik, dat de snelste goal ooit is die jij hebt gescoord in de Eredivisie. En dan geef je ook nog eens binnen, nou wat was het, 13, 14 minuten een assist op de 2-0. Dacht je toen al van, nou dit is gespeeld? Ja, ik had de tijd niet zo in de gaten net als jou, maar ja, nee, na die 2-0 wilde ik ook de 3-0 maken het liefst. En gelukkig maken we die nog de tweede helft, eerste helft bedoel ik. En ja, we bleven gewoon doorgaan waarmee we bezig waren. Wat zei de trainer in de rust? Ja, hij zei niet heel veel, omdat het gewoon goed ging. Alles stond goed en stond er 3-0 voor. Dan heb je vaak weinig aan te merken. Dus ja, er werd vrij weinig gezegd. Gewoon doorgaan waarmee je bezig bent. En gelukkig is dat tweede helft ook geluk. Jullie moesten de tweede helft zo'n beetje op gang komen, had ik het idee. Het duurde vrij lang voordat het echt weer gevaarlijk werd. En nou ja, uiteindelijk winnen jullie 6-0. Meer dan prima uitslag natuurlijk. Maar er had misschien nog wel meer in gezeten. Klinkt een beetje raar, maar het had zomaar misschien dubbele cijfers kunnen zijn vandaag. Nee, klinkt niet heel raar. Dat natuurlijk, score had veel hoger kunnen uitlopen. Maar 6-0 is wel een goede score, denk ik. En nog een paar doelpunten bewaard voor volgende week. Nee, inderdaad. We moeten ook aan denken. Is dat dan al iets waar je in de wedstrijd mee bezig bent van, nou, als het volgende week tegen Ajax ook zo gaat, dan kunnen we daar nog wel eens stunten? Nee, totaal niet. Dat is totaal niet aan de orde. Ik ben bezig met deze wedstrijd. Ik denk iedereen eigenlijk. Want als je die wedstrijd zo uitspeelt, dan kan je zien dat iedereen's focus op deze wedstrijd is. En volgende week, dat komt dan. Ja, de afgelopen weken ging het de ene keer wat beter dan de andere keer. Hè. Sparta vorige week lukte niet, lang niet alles. Vandaag lukt wel alles. Hoe kan dat dan ineens? Waarom valt alles vandaag op de plek? Dat zou ik echt niet weten. Dat is gewoon zo. En natuurlijk wil je elke wedstrijd dat alles lukt, maar dat kan niet. Het is natuurlijk verschillende tegenstanden, verschillende omstandigheden. Misschien zit je iets lekkerder in je film. Het kan aan veel dingen liggen, dus ja, waar het precies aan ligt kan ik niet zeggen. Maar dat jullie nu 4 wedstrijden op rij winnen, dat helpt wel mee, denk ik. En als dan ook gelijk de eerste paar acties lekker lukken, dan voetbal je volgens mij toch een stuk fijner. Nee, dat is zeker zo. Maar ja, als je gaat kijken naar de opbouw van ons seizoen, dan zie je gewoon dat elke week worden we steeds iets beter en komt er steeds meer vastigheid. En vandaag, ja, toen klopte bijna alles. En dan maak je ook 6 doelpunten en dan hou je de 0. En dat is gewoon een goede uitslag. PSV speelt gelijk, Vitesse verliest. Jullie kruipen steeds dichter naar de top. Ja, inderdaad. Net zoals ik al zei, als je een seizoen gaat kijken, is gewoon, we worden steeds vaster en ja, we worden gewoon iedere week beter. Dan gisteravond de loting voor de beker, Groningen uit. Pittig potje. Ja, best wel aardig afstand inderdaad. En weer een doordeweekse avond, zo verre wedstrijd. Maar goed, jullie doel, althans volgens John van der Brom, is 19 april de finale spelen. Dan moet je natuurlijk van iedereen winnen. Nee, dat klopt. Maar die wedstrijd is dan. En nu hebben we deze wedstrijd afgesloten. En dan gaan we hiervan genieten en dan volgende week weer een nieuwe wedstrijd. Maar dacht je niet gisteravond van, nou, ik had toch liever amateurclubje geloot? Nou, waarom niet? Maar het is niet zo, dus dan moet je het ook accepteren.